onze elektriciteit is uitgevallen door een kortsluiting. Dus ja, heel het huis is donker. Goedemorgen, ik ben juist wakker. Ik ben niet thuis, nu, ik ben nog bij de Sven, maar de Sven is gaan werken. En die werkman hier beneden zijn ook aan het werken voor een nieuwe... Wat is dat, een boiler? Ja, een boiler. Een nieuwe boiler te installeren. Ik ga direct naar huis vertrekken. En Goedemorgen. Goeiedag. Oh, maar ik ben moe. Maar ja, mijn auto kan je ziek juist, dat is juist. Nou ja, ik ga straks een beetje in een frame. Ik zou bieden in een auto stapjes, dat kei proper. Goed, zie je nog een strek. Mijn kop ziet er echt geweldig uit. We zijn onderweg naar huis. Ik moet vandaag een paar opnames doen, maar ik kan die niet op beeld brengen. In verband met M&M en zo. Dus ja, sommige dingen moeten gewoon achter de schermen blijven. Hè. Maar dan zie ik jullie gewoon als ik terug ben. Hè? Maar dat is straks pas dus. Onze elektriciteit is uitgevallen door een kortsluiting. Dus ja, heel het huis is donker. iPhone for life. Ik kan even proberen te fixen, want dat is niet te doen deze. Allee, hier zit ik dan. Over een half uur zie je pas thuis. Lekker donker, hè. Ja, de elektriciteit is terug gefixt. En ik ga nu naar Sven rijden. Moest mijn auto naar je geparkeerd. Ik had er juist zware problemen met mijn stuur. Ik wou beginnen rijden en mijn stuur hong ineens vast. Ik kost niet meer sturen. En dat bleek dus dat matje aan mijn voeten er tussen was gekropen, tussen die bouten, waardoor ik dus ja, niet meer kon sturen. Hè. Dat was wel even grellig. Ik ben nu onderweg naar de Sven, maar zoals je kunt zien, om 9:30 s'avonds. Dat is hier vol een bek vullen, niet normaal. Dus ja, ik weet niet hoe lang ik hier nog gewoon instaan, maar ik hoop dat de rap voorbij is. Sweat. Bij de Sven, hè. Ik heb juist wat gedronken. Ik heb super veel dorst. En nog altijd. Dit is een dankzij spannend avontuur met, ja. Met de stuurkolom. Ik heb het juist al verteld. Met de stuurstemmen. Een spannend ding. Dag Svenneke. Hey. Hoe is het? Ja, zoals de mens gisteren. Hè. Oh, mijn man. Oh. Ja. Wat gaan we doen? Dessertje al in de kwik. We dessertje al in de kwik? Ja. Ja. Slapen, morgen vroeg om 5 uur opstaan. En naar M&M. Ik ga een leekje vertalen van Amy Winehouse. Well, sometimes I go out by myself. Wel, tegen dat gewoon deze is hem helemaal voorbij natuurlijk. Dus, wat hebben we vandaag geleerd? Dat de Sven kan zagen. Dat gebeurt wel eens, maar terecht. Terecht. Gooi het maar eens op de boek. Ja, het is goed, whatever. Dus, dat de Sven kan zagen. En voor de rest, geen zak. Geen zak. Slaap wel.